Dames en heren, het is de hoogste tijd dat we naar de McDonald's gaan en we gaan de allernieuwste Happy Meal uitproberen. Oftewel de Happy Meal voor volwassenen. Hoe zal het smaken? Zou het een beetje een lekkere Happy Meal zijn of zou het niet te doen zijn? Daar kom je al achter als je deze video liken en abonneer op dit kanaal met belletje aan. Weet je wat, dan zie ik jullie weer bij de McDonald's. Oké, guys, en we zijn dus aangekomen bij de McDonald's. En ja, we hebben natuurlijk ook even de app erbij. En als het goed is, zal die eventueel beschikbaar moeten zijn. Oké, laat ik eens even gaan kijken als ik hierop klik. Oké, dus ik kan voor medium en groot gaan. Ik vind groot wel een goeie. Laten we voor een grote menu gaan, man. Oké, en dan scannen in restaurant. En dan moet ik het zo dus ergens gaan scannen. Oké, nou, in ieder geval hartstikke duidelijk. Ik ga even naar binnen toe en bestellen, maar dan ga ik geen camera gebruiken. Er was best wel veel herrie binnen, dus ik besloot om de app te gaan scannen. Het is of de Big Mac menu of de kipnuggets menu. En ik koos voor de kipnuggets menu. En toen moest ik er saus bij kiezen, maar nee, ik neem nooit saus bij de kipnuggets. Vervolgens kies ik dan voor de Frans. Friet, dan wil ik twee keer mayo, want ik hou van mayonaise. En een colaatje. Ja, één keer ongezond mag ook alweer. Nou, dit is de hele bestelling. Toevoegen aan bestellen dus. En toen kwam ik achter dat het maar liefst 15,15 euro was. Ja, dat is best wel duur. En even later kreeg ik de Happy Meal. Oké, dames en heren, het is zover, mensen. We gaan even de Happy Meal doos even uitpakken. En dit is het Happy Meal van de achterkant, de zijkant en dit is de voorkant. Oh, dit ziet er wel heel cool uit. Eerlijk, I freaking love it, man. Laten we even kijken wat er allemaal in zit. Want daar ben ik natuurlijk wel het meest benieuwd naar. It's time to open the box. En wat zal als eerste in zitten? Oké, we hebben natuurlijk niet te vergeten al gelijk een speeltje erin zitten. Oké, het is echt een hele grote box trouwens. Maar dit speeltje ga ik zo meteen even uitpakken. En als we verder even gaan kijken, zit natuurlijk wel heel veel friet in. Ik moet wel zeggen, echt superveel. En niet te vergeten de nugget. Nou, wat is het verschil? Het is gewoon een grotere box. Alleen verdorie zeg, dit ga je niet menen. Zij is nou serieus de saus vergeten? Ja, ik ga toch even terug naar binnen, denk ik, want ze hebben geen saus bij gegeven. A few moments later. Ik ben net maar even terug naar binnen gegaan en ik heb toch maar even frietsaus gehaald. Want ja, eerlijk, niet eten zonder saus, dat is echt ranzig. Heb je er wel eens op? Dat smaakt gewoon niet. Maar laten we eens even gaan proeven. En ik hoop dat het eigenlijk wordt hetzelfde smaak als, ja, het is gewoon een McDonald's, ik denk het wel. Maar laten we even de McCast gaan doen. Dat betekent dat ik ga praten en eten tegelijk. Wat ik wel heel vervelend vind, is dat nu in zakjes wordt geleverd. Het is al eigenlijk al een tijdje. Ik bedoel, waar moet ik het in doen? En ik kan moeilijk daar binnen gaan zitten, weet je. Dat gaat niet voor mij. Maar waar moet ik die saus eigenlijk in doen? Weet je, ja, oké, ik had het gelukkig nog hierin doen. Maar toch, meestal doe ik dat hier mijn friet wel bij. Maar goed, weet je, ik heb de saus maar even hierin gedaan. Als nadeel is, ik kan die frieten weer niet bij doen. Dat is niet echt handig of zo. Laten we even gaan eten. En ik ben dus heel benieuwd hoe het nu eigenlijk weer smaakt. Ik ben zo lang niet meer bij de McDonald's geweest. Het is gewoon raar om de McDonald's eigenlijk weer te reviewen, maar ja. Oké, gewoon de klassieke hoor. Oftewel, gewoon de McDonald's maken die we kennen. Gewoon dikke prima. Nu is de baan te maken. Nu gaan we even de McNuggets eten. Oké. Deze is goed. Dat smaakt hem wel goed. Maar nu de echte vraag. Wat voor iets zit er hier eigenlijk in? Laten we even de doos open gaan maken. Daar gaan we dan. Oké, we gaan hem even openmaken. Let's go. Oké, en wat zit erin? Wat zit erin? Ik voel hier wel iets zitten, maar wat het eigenlijk is, dat durf ik niet te zeggen. En eens even kijken hoor. Het is van Karen Frost. En als we hem even verder open gaan maken, zit er namelijk weer gewoon een aardappel in. Ja, je kunt hem gewoon letterlijk in elkaar zetten. Hartstikke leuk. Nu had je ook wel eens een keer van die grote wassendozen, maar dan in Grimmstel, zeg maar. En dat is een jaar geleden. Maar die kon je toen in Amerika kopen. Ik vind het zo jammer dat we die hier niet konden kopen. Ik zweer het je. Die zag wel echt heel gaaf uit. Laat hier even een stukje zien. Dit was een limited edition set in Amerika. Zoals je kan zien kun je de 4 krijgen. Grimms en die andere 3. Ik weet alleen even de namen niet. Als jij het even weet, laat die even achter in de comments. Nu kun je deze nog steeds wel kopen op Etsy. Alleen het probleem is, het is maar liefst 180 euro. En dan krijg je 4 speeltjes eruit. Ja, dat is nogal wat. Maar in ieder geval, ze zien er hartstikke cool uit. Zullen er daadwerkelijk mensen zijn die het kopen? Ja, dit was ongeveer hoe zeg maar de Grimms box was. Weet je, dan kon je al die andere poppetjes krijgen. Ik denk dat dat een stuk interessanter te vonden. Wat je ook hebt zijn van die ouderwetse rode McDonald's speeltjes. En geloof me, sommige Happy Meal speeltjes zijn zelfs gewoon 300.000 euro waard. Lees is moeilijk, hè? In ieder geval had iemand het voor $300.000 op eBay gezet. Eerlijk, wie zal dit kopen? Het gaat om dit speeltje. Oftewel, speelgoed van vorig jaar. Laat ik hier even een top 5 lijst zien van de duurste Happy Meal speeltjes ooit. De nummer 5, Robots by Dina Cashy. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar deze komt maar liefst uit 1979. En de waarde van deze speeltjes zijn maar liefst $400. Op nummer 4, de Tarzan Happy Meal. Deze komt uit 1999 en deze is maar liefst $450 waard. En soms zelfs wel meer. Zult de Jungle Book liefhebbers echt zoveel over hebben om dit uit te geven? Op nummer 3, de Cactus Plant Flea Market. Oftewel van de Adults Happy Meal Toys. Deze is van vorig jaar en deze is maar liefst $550 waard. Maar als je even naar die speeltjes kijkt, het ziet er ook wel super leuk uit. Op nummer 2, Hot Wheels uit 1983. Hier kun je namelijk 14 autootjes in verzamelen. En deze hebben allemaal iets weg van de McDonald's of zo. Je kunt het natuurlijk een beetje zien op de achtergrond. En deze speeltjes zijn maar liefst $850 waard. En de laatste, de nummer 1, de T-Ice Teeny Beanie Baby Boost uit 1999. Ik weet niet precies wat het is, maar deze zijn maar liefst €1000 waard. Of ja, dollar. En dan heb ik het over per stuk. En dat gaat eigenlijk voor alles wat ik zeg. Alles is gewoon per stuk dit aantal waard. Wat ik ook aan jullie ben vergeten te laten zien, is dat er ook een kaart bij zit. En deze gaat echt nog wel een keer veel waard worden. En dit is ongeveer de achterkant van de kaart. Ja, hartstikke leuk. Zoals ik al zeg, die gaat echt wel overwaarde krijgen natuurlijk. Maar als je mij vraagt, Ronald McDonald's is sowieso een iconisch iets. Want als je gewoon even kijkt, Ronald McDonald's altijd op het bankje. De McDonald's stond bekend. En zelfs sommige menukaarten hadden zelfs gewoon een Ronald McDonald's stempel erop. Ja, het is gewoon echt, als je erover nadenkt, gewoon. Dat is zonde. Gezien het wel echt de mascottes van de McDonald's. Maar wist je dat Ronald McDonald's er vroeger heel anders uitzag? Sterker nog, het zag er vroeger zelfs zo uit. Isn't that McDonald's hamburger delicious? Mom told me never to talk to strangers. Well, your mother's right as always, but
I'm Ronald McDonald, the Hamburger Happy Clown. En ook heeft Ronald McDonald heel erg veel gemeen met Pennywise in 1990. Come on, bucko. Don't you want a balloon? Zo zie je maar weer een beetje hoe Ronald McDonald's uiteindelijk toch zo geëvalueerd en de McDonald's. En sterker nog, de McDonald's zag er vroeger zo uit. En dit was dan letterlijk de allereerste McDonald's. Het zou zomaar een hotdogkraam kunnen zijn. En als je het mij vraagt, ik vond die McDonald's vroeger wel veel beter uitzien. Oké, het is inderdaad echt meer gericht op die jonkies, weet je wel. Maar toch, het is gewoon echt meer McDonald's. Als ik er nu naar kijk, is het meer een McCafé geworden. Maar ik snap het ook wel, ze willen een grotere doelgroep aanspreken. Maar ook, ik had de tijd meegemaakt dat die McDonald's echt gewoon zo uitzag, weet je wel. Zo'n rode dak en dan heel veel geel, gewoon echt die typische McDonald's kleuren. Het staat er wel op de logo trouwens. Weet je wat ook vaak is met de McDonald's? Ik heb er best vaak wel video's over gemaakt, maar McDonald's kent ook een hele storytime. Je moet dus deze video sowieso even liken als jullie willen dat ik net het hele verhaal achter Ronald McDonald's ga uitleggen. En niet in GTA 5, nee. Maar echt gewoon het verhaal. Met illustraties, met beelden, vroeger versus nu. Laat even achter of ik een hele video wil maken. Let op, het kan een video van een half uur tot maar liefst 50 minuten zijn. Maar goed mensen, ik heb alles opgegeten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Like, abonneer en adios. En laat ik even weten of ik vaak van dit soort video's moet maken.